Op de top van de wereld, op de hoogste bevroren piek, is de enige weg door de bergen vernietigd door een lawine. Onze deelnemers moeten van de verharde weg af in een race over de steile helling van een glibberige gletsjer om hun Hot Wheels weer terug te brengen naar de veiligheid van de oranje baan. Vandaag op Track Wars, avontuur in de ijstijd. En dit zijn onze deelnemers. Ik ben Armin en ik ben dol op ijsjes! Ik ben Trevor en ik ben dol op fietsen, want ik ga super hard! Dit parcours barst van de obstakels. Iedere deelnemer krijgt 5 auto's om een poging te wagen. Mik precies goed en vlieg over de gletsjer de tunnel in die naar de oranje baan leidt om een punt te scoren. Degene die de meeste auto's op de oranje baan krijgt, wint de wedstrijd. Die gemene oude Yeti heeft een hekel aan auto's. Schiet te hoog en hij verbrijzelt je auto in zijn bek, dan zie je hem nooit meer terug. Schiet te laag en dan eindigt je auto via de gletsjer in een bodemloze ijsgrot. Nu gaan de deelnemers de strijd aan met de berg en elkaar. Over 3, 2, 1, start! Trevor gaat als eerste. Hij mikt op de oranje baan. Hij schiet. Oh. En hij mist. Nu is Armin. Oké, Yeti, hou je koers. Nee! Daar is de lunch. Je bent eigenlijk gewoon een grote witte knuffelbeer. Trevor scoort een punt. Nu is Armin weer. En hij scoort ook. Ze staan gelijk. Misschien kan ik wel winnen. Dat is hoogst onwaarschijnlijk, mijn vriend. Let maar eens op. Hij is gewoon bang. Bluffen helpt niet. Je kunt het. Nu is Armin weer. Hij schiet. Yay! En hij scoort. Trevor is aan zet. Ja! En die is ook raak. Armin staat al klaar. Hij schiet, maar mist. Die krijgt van mij een dollar na deze wedstrijd. Eet een auto op, Yeti. Beide spelers hebben nog maar 1 auto om de wedstrijd te winnen. Raak zijn. Trevor concentreert zich. Hij schiet en hij botst tegen de looping. Yeah! Maar hij gaat toch naar binnen. Als Armin deze mist, heeft Trevor gewonnen. Hij mikt. Daar gaat de auto. Hij vliegt voorbij de looping. En hij gaat erin. Gelijkspel. Ja. Ik win gewoon. Nou, maar deze keer ga ik je verslaan. Nu wordt het echt spannend op de berg. Trevor schiet als eerste. Als hij scoort en Armin hem mist, wint Trevor de wedstrijd. Hij vuurt. De Hot Wheels wordt gelanceerd. Nee! En hij gaat binnen. Woe! Nu kun je het schudden, gast. De spanning is om te snijden. Dit is Armin's laatste kans. Als hij mist, wint Trevor. Hij mikt. Hij schiet. Langs de Yeti. Maar hij botst tegen de tunnel! Yes! Trevor is de winnaar! En zelfs de Yeti is vrolijk! Na het eten van al die auto's heeft hij wel een pauze verdiend.